Zo, nog 3 dagen tot de start van het EK. En ja, ik heb het al een paar keer gezegd, maar tijdens het EK gebeurde waarschijnlijk minder transfers. Maar je weet het niet. Sommige spelers zullen misschien zelfs nog wel vlak voor het EK 1 dag ervoor een transfer gaan maken. En daar gaan we het vandaag over hebben. Veel geruchten momenteel. Laten we maar snel beginnen. Iets minder video's afgelopen tijd helaas. Ik heb het al druk. Toetsweek en zo, tentamenweek. Maar over een week ongeveer ben ik klaar. En dan, ja, dan gaan we weer knallen. Komen meer video's online. EK-verspelling komt ook binnenkort. En omdat ik dus minder video's heb gemaakt de afgelopen week, heb ik ook minder shirts laten zien natuurlijk. Zo heb ik hier natuurlijk bijvoorbeeld het uitshirt van het Nederlands elftal. Ook het uitshirt krijg je momenteel gewoon op voetbal-nl.net. Levering is wel iets langer. Komt mede door corona. Komt ook omdat ze uit een ander werelddeel moeten komen. Shirts zijn heel goedkoop zoals jullie weten. En hele goede mooie kwaliteit. Ik heb nu ook heel veel apartere shirts van meer, onbekendere ploegen zou ik niet willen zeggen. Olympique Lyon heb ik hier liggen. En nog heel veel meer. Jij kan ze dus ook krijgen op voetbal-nl.net. En met de kortingscode TIMO krijg jij een 15% korting bovenop jouw aankopen. Lekker meegenomen. Krijg jouw shirtje van het EK, van je favoriete land of van je favoriete ploeg. Want zoals je weet, vanaf ongeveer een week of 2, 3, 4, ik denk na de EK, worden ook heel veel nieuwe shirtjes weer bekendgemaakt van verschillende ploegen. En er zijn natuurlijk al een aantal bekend die je dadelijk ook daar kan kopen. Maar goed, laten we snel beginnen met de transfers. Shirts krijg je dus op voetbal-nl.net. Beginnen met Denzel Dumfries. En dit is zo'n transfer waarvan ik denk van ja, hij kan gebeuren. Maar als hij gebeurt, sowieso na het EK. Dumfries is iemand die zich daar nu volledig op focust. En ik denk niet dat hij nu een transfer naar een Everton zou gaan maken. Rick Elfrink, clubwatcher PSV, journalist bij AD en bij Eindhoven's Dagblad als ik het goed heb. Ik heb het hier voor me staan, dus klopt gewoon. In ieder geval, hij heeft gemeld dat Everton zich heeft gemeld bij PSV voor een overname van Denzel Dumfries. Everton zou met een zak geld gekomen zijn waar ongeveer 15 miljoen euro in zou moeten zitten. Volgens de geruchten tot nu toe. En ik denk dat Dumfries deze overstap misschien ook wel zou willen maken. Everton een mooie ploeg om te spelen. Hadden natuurlijk wel geloof ik Ancelotti nog tot dit seizoen. Die is weg en die heeft het daar wel echt de afgelopen jaren een beetje omhoog getild spelen. Dit jaar heel leuk voetbal. Everton is eigenlijk altijd wel een prima ploeg in de Premier League geweest. Kijk, als Dumfries daar kan in de basis kan spelen, zou het echt een toptransfer zijn. Natuurlijk, technisch directeur van Everton is oud-technisch directeur van PSV. Dat zullen de zaken misschien iets makkelijker laten gaan. Maar wel pas na de EK. En dan een transfer die wel nu zou kunnen gebeuren. Per Schuurs. Dit kwam natuurlijk omdat Schuurs op het EK onder 21 speelde. En niet op het echte EK. Hij zou interesse hebben gekregen van Napoli. En dan moet ik zeggen, we horen heel vaak wel dat verdedigers aan Napoli gelinkt zijn. Napoli zou zich wel officieel gemeld hebben. Volgens bronnen van onder andere VI en Telegraaf. Dat zijn best wel betrouwbare bronnen in Nederland. Meer is hierover ook eigenlijk nog niet te zeggen. Een prijs kan je er nog niet aan vasthangen. Schuurs heeft een lang contract nog bij Ajax. Dus wat dat betreft wordt het gewoon heel lastig voor Napoli. Ajax wil hem ook niet laten gaan. Dus de kans dat hij weggaat lijkt mij klein. Of Napoli moet al met een grote zak geld komen. Maar ja, wie komt er nou in deze tijd, in de coronatijd, met een grote zak geld? En als Napoli slim is, of ja, slim hoeft het niet per se te zijn, maar dan kijken ze nog eventjes goed naar het EK of daar wat opvallende verdedigers rondlopen. Dat zien we iedere keer eigenlijk wel bij ieder eindtoernooi. En dat er daaruit weer nieuwe transfers gaan ontstaan. Maar Schuurs naar Napoli zou kunnen, maar ja, kleine kansen nu nog. Eentje die 100% zeker is, is Buendia. Transferrecord voor Aston Villa. Hij gaat weg bij Norwich. Zou eigenlijk, en dat is het hele cruciale van deze hele transfer, naar Arsenal toe gaan. Ja, Arsenal zou ook een groot bedrag voor Buendia willen betalen. Maar hij gaat naar Aston Villa. Hoe dan? Kijk, Norwich dit jaar weer opnieuw gepromoveerd met Tim Krul op doel. We hebben een leuke selectie. Norwich krijgt ook dus heel veel geld als je promoveert naar de Premier League. En toch kiest Buendia ervoor om een overstap te maken naar Aston Villa. Die dit seizoen weer een heel mooi seizoen hebben gespeeld in principe. En ja, voor Aston Villa is het gewoon een hele goede transfer. En hebben ze gewoon een hele leuke aanvallende speler erbij. De Italiaanse krant opende vandaag. Vandaag, ik weet niet of vandaag of gisteren was, doet er ook helemaal niet toe. Een beetje apart. Hakim Ziyech stond met zijn hoofd op de voorpagina van de Gazzetta El Sport of zoiets. Is dat geloof ik in Italië? Sorry dat ik dat niet weet. Het zijn maar details. In ieder geval de grote kant in Italië. En daar stond op dat AC Milan interesse zou hebben in Hakim Ziyech. Kijk, naast dat AC Milan waarschijnlijk Tomori
al met 100% zekerheid binnen. Heeft definitieve transfer van Chelsea van 30 miljoen euro. Zouden ze dus ook Hakim Ziyech willen kopen? Bedrag dat om Ziyech heen hangt is niet bekend. Maar ja, als Chelsea een beetje kiet wil spelen op de transfer die Ziyech heeft gemaakt van Ajax naar Chelsea, zouden ze wel heel veel geld moeten vragen. En ik geloof dat Ziyech voor een bedrag van rond de 40 miljoen naar Chelsea is gegaan. En ik zie AC Milan dat niet heel snel betalen. En ik zie Chelsea Ziyech zeker ook niet zomaar laten gaan. Ten eerste was de krant trouwens de La Gazzetta del Sport. En ja, hij is inderdaad voor 40 miljoen aangetrokken. Hij heeft ook helemaal niet een heel slecht seizoen gehad, hè. Nou ja, op het einde heeft hij iets meer gespeeld. 23 optredens, 2 goals, 3 assists. Maar toch, hij maakte niet een hele slechte indruk eigenlijk. ESPN, onze nieuwe Nederlandse Eredivisie streamer, om het zo maar te noemen, klapt opeens met het nieuws naar buiten dat Ronaldo in gesprek is, in ieder geval de zaak alleen maar van Ronaldo, met verschillende clubs. Dit nieuwtje komt niet direct van ESPN, maar het feit dat zelfs in Nederland de ESPN het ook gepost wordt, zegt wel iets. Dat Ronaldo zaakwaarnemer met de ploegen in gesprek is, lijkt mij helemaal niet onrealistisch. Natuurlijk zijn er dan een kleine lijst van ploegen waar Ronaldo weer naartoe zou kunnen, waar we het eigenlijk ieder jaar wel een beetje over hebben. Dit jaar nog een grotere kans, omdat Juventus gewoon kut heeft gepresteerd, zijn vierde geworden. En ja, weet je, met een beetje pech zaten ze niet eens in de Champions League. Maar goed, waar zou Ronaldo naartoe kunnen? Natuurlijk Manchester United, dat heel veel genoemd wordt. Uitploeg Ronaldo, zitten de afgelopen jaren in een prima vorm en zoeken in principe nog een aanvaller. Maar ik denk dat United liever voor Sancho gaat, omdat Ronaldo al pittig oud is. Dan heb je natuurlijk Real Madrid. Ik denk ook dat zij meer innovatieve voetballers zoeken. Maar toch, ik zie hem eerder naar Real Madrid gaan dan naar United eigenlijk, hoe het er momenteel voor staat. En Paris Saint-Germain wordt genoemd. Lijkt mij ook raar, aangezien je daar al zoveel topaanvallers hebt. Maar het zou wel een stunt zijn van Paris. En wie weet, de zaak van Ronaldo gaat maar lekker rustig praten met al die ploegen. En de kans is voor 90% zekerheid dat hij daar daarna allemaal niet naartoe gaat. En dat hij gewoon nog een jaartje bij Juventus blijft. En wat hij daarna gaat doen, nobody knows. Teun Koopmeiners gaat heel misschien nog, volgens verschillende bronnen, voor het EK een transfer maken. En dat zou apart zijn, aangezien het eigenlijk wel een beetje uit het niets dan in een stroomversnelling zou komen. Atalanta Bergamo zou voor Teun Koopmeiners een bedrag van 20 miljoen euro neerleggen, wat op zich heel veel geld is. Maar als Teun zich op het EK in de kijker speelt, dan kan die zomaar 30 miljoen waard zijn, bewijzen van. Ja, weet je, hij moet de overstap denk ik wel maken. Het is een mooie ploeg als hij daar kan spelen. Het is alleen raar als hij het net voor, vlak voor het EK doet, ook voor zichzelf. Want speelt hij een goed EK, dan is alles mogelijk. Dan zijn ook andere ploegen mogelijk. Dan moeten we wel zeggen, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, De Roon en Wijnaldum. Ik denk dat zij eerder de keuze krijgen van Frank de Boer. Heeft hij wel geluk dat Van der Beek vandaag uitgevallen is. Ja, het is heel kut natuurlijk. Maar ja, het zou kunnen. Het zou zomaar kunnen. Ik noemde net al een andere naam. Wijnaldum, ook mee met het Nederlands elftal. En hij gaat met 90% zekerheid ook een transfer maken vlak voordat het EK gaat beginnen. En dat vind ik toch wel raar. Vandaag toestemming gekregen ook nog eens dat hij een medische keuring mag doen op het trainingskamp. En natuurlijk, ja, dit is echt een soapserie. Want hij zou natuurlijk naar Barcelona gaan. En ja, mensen zijn erop tegen, mensen zijn erop voor. Maar Paris Saint-Germain is gekomen naar verluid met een transfersom, met een salarissom die twee keer zo hoog is en misschien zelfs al meer dan twee keer zo hoog, dat weten we niet, dan die van Barcelona. Mensen zeggen van, je doet alles voor het geld, wat een flikker. Maar laten we eerlijk zijn, ja, als jij, ja, je snapt wat ik bedoel. Het is ook aan de ene kant logisch, als je ergens twee keer zoveel geld kan verdienen, dan doe je het toch, ondanks dat je zo graag naar Barcelona wil. Ik weet niet of hij überhaupt zo graag naar Barcelona wilde dan. Maar goed, laten we voor hem maar hopen dat hij bij Paris Saint-Germain veel speeltijd kan krijgen. Voor Barcelona vind ik het echt jammer, want ik had het zo graag willen zien dat Frenkie samen met Wijnaldum op middenveld stond. En misschien zelfs wel in Memphis Depay daarvoor op 10. Maar ja, dat gaan we nooit zien dus, want Wijnaldum gaat naar Paris Saint-Germain. Overigens zou dit misschien goed nieuws kunnen zijn voor Depay. We weten echt dat zijn droom is Barcelona. Dat heeft hij meer naar buiten gebracht dan dat Wijnaldum dat deed. En Depay zou, maar dat lijkt mij ook een onzinnig gerucht, maar toch, hè, speculaties, een hogere contractaanbieding kunnen krijgen, omdat Barcelona niet meer van plan is om Wijnaldum te halen, waardoor ze iets ruimer zitten in het geld.
We weten dat de PAI EK gaat afwachten en daarna pas een keuze gaat maken. We weten ook dat de PAI gewoon naar Barcelona wil. En daar verwacht ik eigenlijk geen verrassingen. En we eindigen slotakkoord met de grootste keeperstalent van de wereld. Het grootste keeperstalent, dat is namelijk Donnarumma. Hij speelt momenteel bij AC Milan, heeft een aflopend contract, ook hij gaat gratis weg. En eigenlijk stond Juventus op nummer 1. En ik weet, een paar jaar geleden kwam Donnarumma al heel veel in het nieuws als Dollarumma. Toen kon hij ook al een overstap maken naar een ploeg waar hij veel meer geld kon verdienen. Ik geloof dat het toen ook Juventus was. Of was het toen ook PSG? Ik geloof Juventus. Maar nu gaat hij hoogstwaarschijnlijk naar PSG toe, waar hij waarschijnlijk ook wel zal gaan keepen. Dus wat dat betreft is het een mooie overstap voor hem. Maar iedereen had toch wel een beetje zien aankomen dat hij naar Juventus zou gaan. Beide ploegen wel interesse. Voor Paris zou dit echt een top aankoop zijn voor een laag bedrag. Wat Keylor Navas dan gaat doen is maar de vraag. Ja, Barcelona had eigenlijk ook mee moeten spelen in deze transfershow, maar die wilde Ter Stegen liever als eerste keeper houden. Wat iedereen vergeet is dat Donnarumma geloof ik momenteel 22 jaar is. En dat je aan hem misschien wel 15 jaar lang nog een enorm goede eerste keeper hebt als hij zijn vorm blijft houden. Als Paris hem gratis ophaalt, ja, gefeliciteerd. Want dan winnen ze weer een hele grote transferstrijd om een gratis speler. En die selectie, die begint er dan wel heel erg eng uit te zien hoor. Nou, we gaan het in de gaten houden jongens. Veel transfernieuws dus. En de transferperiode gaat denk ik een beetje in een dipje als die EK komt. Wat logisch is. Veel spelers die niet op het EK aanwezig zijn, zullen misschien wel een transfer doen. Dus Eredivisie transfers en zo zullen misschien wel nog gaan gebeuren. Dat gaan we niet zeker weten ook gewoon bespreken. Ai, zo simpel is het. Hopelijk vond je een leuke video. Doe vooral een blauw duimpje omhoog. Daar help je me echt enorm mee. En laat je support zien. En dan zie ik je hopelijk bij de volgende video weer terug. Jongens, ballen, laat ze niet vallen. Tot de volgende keer. Joejoe.